Ik zit goed in mijn vel, gezond, fit. Dus en we draaien lekker ook, als team zijnde. Ik denk dat we ons ritme toch vrij snel gevonden hebben, tot nu toe. Ja, ik heb wel het gevoel dat sinds Utrecht uit eigenlijk dat we wel een soort een niveau hebben aangetikt. Dat ik denk, dat is wel goed. Ja, we vinden elkaar wel makkelijk. Weinig kansen tegen. Je creëert ook veel. Maar voornamelijk ook het weinige kansen tegen, denk ik. Hoe we staan. De tegenstander weinig ruimte geven om gevaarlijk te worden. En daarin voel je wel een beetje vergelijkbaar als vorig jaar in die fase soms. Dus dat zijn goede dingen en ook nog ruimte voor ontwikkeling. Maar we zijn op de goede weg, denk ik. Je bent ook een speler volgens mij die nieuwe jongens ook welkom heet op de club, hoor ik van meerdere kanten. Ja. Kan je uitleggen hoe dat gaat? Is dat iets wat je altijd in je heeft gezeten of vind je dat gewoon ook leuk? Nee, gewoon meer sociale kant natuurlijk. Ik weet zelf hoe het is om in een nieuwe groep te komen. Ik vind dat persoonlijk heb ik altijd wel een beetje tijd nodig om dan helemaal mezelf te zijn. Dus ja, als je dan op je gemak gesteld wordt door je nieuwe teamgenoten, helpt dat enorm. En dat heb ik ervaren toen ik hier kwam. Eigenlijk door de groep. Want die groep was toen al heel erg samen. Nu waren er al best wel veel wisselingen. Ik denk dat dat dan aan onze jongens is die er vorig jaar al waren. En dan vaak ook wel misschien een beetje de oudere jongens. Ja, die dat soort dingen wel op zich moeten nemen. Want dat groepsproces versnelt dan alleen maar. Dus, en ook gewoon interesse in de mensen en zo. Dus dat is gewoon leuk. Gaat gewoon vanzelf ook. Ja. Nu staat er een niet onaardig affiche op het programma. Ja. Komende dinsdag. Anfield. Waar denk jij als eerste aan bij Anfield? Wat is het eerste dat in je hoofd popt? Ik denk toch wel als eerste aan Gerrard eigenlijk. Ja, gek genoeg, ja. Ja, de tijden van Gerrard en Torres. Dat koppel, zeg maar. Later Suarez, die van Ajax naar Liverpool ging. Toen was ik echt wel een kleine jongen en volgde ik dat wel echt. En Anfield is natuurlijk een historisch stadion. Historische club en historisch stadion. Dus ik denk daaraan, dat is meer mijn tijd, zeg maar, dat ik het begon te volgen. Heb je ook echt iets met stadions? Is dat wat je iets waar je warm of koud van kan worden? Jawel. Ja? Ja, ik vind het ook leuk dat we dag van tevoren erheen gaan om te trainen. Om dat gevoel al te krijgen, ja, dat vind ik wel leuk. Ik ben al wel op Anfield geweest. Precies, en op Ibrox. Ja. Op Ibrox ook en in Napoli ook. Dus ik had wel voor iets van tevoren, ik wil zoveel mogelijk stadions zien. Maar je bent echt een beetje teleurgesteld bijna? Nee, dat niet. Nee, zeker niet. Teleurgesteld is een groot woord. Nee, dat zeker niet. Maar ja, ik ben bijvoorbeeld nog nooit in Bernabeu geweest of Camp Nou. Dat zijn ook wel vinkjes die nog afgetikt moeten worden eigenlijk. Maar prachtig om weer een keer naar Anfield te gaan. Ja, want dat is zeven jaar geleden voor jou nu. Ja. Kan je nog herinneren hoe dat was? Ja. Wat speelde je natuurlijk wel in die wedstrijd? Ik viel in, dat weet ik nog. Ja, het was echt een zaterdagwedstrijd. Het was redelijk mooi weer, een beetje zo. Blauwe lucht en Anfield was vrij rustig. Watford kwam op bezoek. Ze wonnen die wedstrijd ook vrij makkelijk van ons. Dus ik denk niet dat ik nog helemaal de sfeer die dag van wat Anfield echt kan zijn. Dus dat gaan we zien dinsdag. Ja, maar weet je nog die kleedkamers, de weg ernaartoe, de tunnel, de beroemde tunnel? Ja, de tunnel wel. Vrij smal. Dat weet ik nog wel, ja. En dan duckouts gelijk, want ik zat eerst op de bank. Eigenlijk wil je dat niet herinneren, maar dat herinner ik me wel. Dat heb je weggestopt. Ja. Duckouts gelijk aan de zijkant, heel dicht op het veld. Ik moet zeggen, de mensen ook heel dicht op het veld. Dus ik ben wel benieuwd. Hoe kijk je terug op die periode in Engeland? Oh, heel veel geleerd. Ik denk dat persoonlijk qua stap van AZ naar de Premier League te vroeg was. Dat wel. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd. Dat ik heel weinig speelde en hoe om te gaan, hoe jezelf fit te houden. Erger dan dat kan bijna niet. Hoe bedoel je erger dan dat? Nee, in de zin van dat je zo weinig mee involved bent. Oh zo, dat je echt een beetje erbij hing. Ja, zo. Dus vooral mentaal was dat ook zo. Ja, ik denk dat ik daardoor ook wel de speler ben geworden die ik nu ben. Ik heb daar veel gezien. Buitenland komt echt op jezelf aan in die zin. Hier in Nederland krijg je toch zoveel kansen, omdat je uiteindelijk bijvoorbeeld bij een AZ zien ze in jou iemand een project die doorverkocht moet worden. Dus dan blijf je kansen krijgen.
ja, daar werkt dat gewoon niet zo. Daar moet je gewoon klaar voor zijn. In Londen woon je, denk ik, daar in de buurt? Ja, wel buiten. Ja. Ja. Hoe was dat voor jou om op die wat relatief jonge leeftijd natuurlijk gewoon zo'n grote stap te maken? Ja, ja, klopt. Ik ging toen net met Nadine, nog niet zo lang. En zij moest nog haar school hier afmaken. Dus toen ben ik in eerste instantie met mijn vader erheen gegaan. Die werd daar jeugdtrainer ook. Dus dat was wel leuk. Waren we ook vaak samen. En ja, superstad. Maar het is ook niet zo dat je elke dag naar Londen gaat. Londen was toch uur weg. En ik weet niet of je wel eens in Londen bent geweest. Maar je bent kapot als je door Londen gaat lopen. En wat vind je zwaarder? Door Londen lopen of een wedstrijdje voetbal? Nee, door Londen lopen is zwaarder, ja. Dus dat gebeurde ook niet zo vaak. Maar wanneer we de tijd hadden, gingen we natuurlijk wel nog wat leuks doen of zo. Dus wel, ja, wel veel gezien, wel genoten, dat wel. En je kan zeggen dat je in de Premier League voetbal hebt natuurlijk. Ja, dat wel, dat wel. Voelt het niet echt zo? Nee, niet echt. Nee? Nee. Omdat je dus te weinig aan spelen toe kwam? Ja, dat wel, ja. En dus nu naar Liverpool. Ja. Is dat de moeilijkste wedstrijd in deze pool, denk jij? Ja, denk ik. Ja. Zonder al die andere tekort te doen. En ja, we hebben Napoli nu ook gezien. En ik denk als we naar Ajax moeten, dan kunnen we onze borst ook nat maken. Maar dit is weer de eerstvolgende. En natuurlijk wordt een mooie test, een mooie meting voor ons. Hoe we ons verhouden daar op Anfield. Dus ik denk dat de hele groep er wel heel erg naar uitkijkt. Dat soort avonden hebben wel iets speciaals. Dat is wel echt zo. Helemaal Champions League. Ik denk als je aan ieder dat spreekt, ja, het muziekje, het standaard, wat elke speler zegt, maar dat moet je echt voelen. Dat is echt iets heel moois. Omdat je daar als kind altijd naar keek en van droomde eigenlijk. En, ja, ik had gisteren nog met iemand over 15 gespeeld in de Champions League. En dat, dat is gewoon, blijft gewoon iets unieks. Je went nog niet? Nee, zeker niet. Nee. Je went niet, nee. Muziekjes, die mogen ze van mij nooit meer veranderen.